Ze vinden het heel vervelend dat wij hier staan. En we mogen ook niet op de trap bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik niet. Maar waarom mag dat niet meer hier eigenlijk? Ja, Turkije stapt uit het verdrag van Istanbul. Het verdrag dat vrouwen beschermt tegen geweld. Daarom demonstreren deze mensen vandaag in Den Haag voor de Turkse ambassade. Turkije trekt zich terug uit dat verdrag. Waarom eigenlijk? Nou, Turkije geeft aan dat ze willen vasthouden aan genderrollen, aan man-vrouw verhoudingen. En ze vinden dat het verdrag te veel bijvoorbeeld homo's zou verdedigen. Hoe gaat een verdrag tegen vrouwengeweld homo's verdedigen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want het verdrag gaat gewoon over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. En het is eigenlijk heel raar dat we anno 2021 onze Turkse collega's moeten steunen om daarvoor op te komen. Het is zo basis eigenlijk, veiligheid, daar gaat het om. Maar kijk, weet je, er zijn vorig jaar 266 vrouwen vermoord in Turkije. En dat was dat een enorm aantal. Ja, dat is gewoon een groot probleem en daar vragen we nu aandacht voor. Ja. Goed, het is een ander ding. Het is het land waar de meeste van jouw collega's gevangen zitten. Dus dat is ook nog een groot probleem. Dat is een andere demonstratie van Amnesty International. Maar nu staat u hier voor de... Komt er zo iemand naar buiten eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. Goed dat u hier staat. Goed dat wij hier met z'n allen staan. Goed dat wij hier ook staan, denk je. Ja, inderdaad. Maar het lijkt zo weinig zin te hebben, meneer. Nou ja, absoluut niet. Kijk, ze vinden het heel vervelend dat wij hier staan. En we mogen ook niet op de trap bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik niet. Zou ik eens op de trap gaan staan? Ik heb niks gezegd. Ik denk dat er zo'n valluik nu open gaat, maar dat valt dan tegen. Of een laserstraal die mij... Maar waarom mag dat niet meer hier eigenlijk? Nee, maar ik vraag me echt op, wat maakt die trap nou uit? Is dat Turks grondgebied dan? Dat is wel fascinerend dit. Dus die trap mag ik niet op staan. Waarom moeten vrouwenrechten eigenlijk speciaal vastgelegd worden, of tenminste het geweld tegen vrouwen beschermd worden door middel van een apart verdrag? Nou ja, het gebeurt gewoon nog te veel. En het is gewoon heel erg goed om als landen dat uitspreken, dat ze daar niet mee eens zijn. En dat ze daar tegen willen strijden om dat tegen te gaan. Ja, Erdogan is een lul. Het is toch gewoon een lul? Maar het is toch gewoon een lul? Erdogan is toch gewoon een lul, mevrouw? Ik ken hem niet persoonlijk. Ja? Ik zou graag eens een kopje koffie met hem willen drinken. Ja. En daarna trek ik conclusies. Goed. Op dit moment staan we hier om te protesteren tegen het besluit om uit dat verdrag te stappen. Genuanceerd en goed in politiek, heel verantwoord mevrouw. Ja, op die manier voeren wij actie. Jazeker, maar ik ga toch even proberen te bezig, mevrouw. Erdogan is toch gewoon ook een lul, mevrouw? Nou, ik ken hem ook niet persoonlijk. Ik denk dat het nog veel belangrijker is, behalve Erdogan, gewoon op het hele land. U heeft een mondkapje op feminist as fuck, hè? Dat ziet er uitgesproken uit, maar dan durft u niet te zeggen, die Erdogan, klootzak is het. Ik denk dat als we dat zeggen, het ook niet echt iets oplost. Nee. Volgens mij moeten we iedereen maar ik heb daar zo'n zin in soms eigenlijk. Ja, snap goed. Ik. Ja. Komt dat ik niet op het trappetje mocht staan, denk ik. Ja, heeft snap ik. Ja, goed. Nou, niemand wil dat zeggen, hè? Misschien die agent. Die agent. Wat vindt u van Erdogan, meneer? Nee. Tot zover.